to baby. Slip a sable under the tree for me. I've been. Ik vind koken voor mensen, voor gasten, voor vrienden, voor familie altijd een hele aangename en ook zeer nuttige bezigheid. Ik kook graag. Ik ben graag omringd door mensen die ik graag bij mij heb. Feestdagen krijgt dat natuurlijk een aparte dimensie. Er is toch een speciale sfeer. Something in the air. En ik vind het plezant om dan, niet specifiek altijd op die dagen zelf, maar ik vind het plezant om in die periode mensen te ontvangen en ervoor te koken. Voor iemand koken, dat is altijd plezier. Koken voor uw vrienden, koken voor uw familie, mensen aan tafel ontvangen, heel de sfeer dat erbij komt, dat is altijd fun. Maar koken in de periode van de feestdagen, als er zo die speciale sfeer rondhangt, dat iedereen toch voelt dat er iets speciaals aan de gang is, dat is helemaal fun. Natuurlijk moet je dat ook zodanig organiseren dat je er zoveel mogelijk plezier van hebt. Je moet niet in het wilde weg en geen heel moeilijke dingen gaan doen. Je maakt een menu op en de dag zelf begint heel georganiseerd, chronologisch, rustig op je gemakje, begin je 's morgens in de keuken te maken met het eerste dat je gaat doen. En het eerste dat wij gaan doen, dat is zorgen voor een goede amuse-gueule van onze gasten. Wij gaan een eenvoudig, maar zeer feestelijk menu maken. Een zeer lekkere gerookte zalm met roerruitjes en mierikswortel. Zeetongetjes met truffels. Truffels, echt grote feest. Een reezadeltje met een mosterdsausje. En daarna, heel heel op zijn Engels, een stilton overgoten met een porto. Dus we gaan beginnen met het eerste wat we gaan doen als onze gasten binnenkomen. We gaan een amuse-gueule serveren. En als amuse-gueule gaan we gerookte zalm geven. Zeg je, gerookte zalm, kom. Is er niks spannender dan dat? Wacht, het kan heel spannend worden. Een gerookte zalm dat dus feitelijk heel gewoon klinkt, heb ik gekozen om te laten zien dat ook alle gewone dingen er in top-editie bestaan. Wat is hier speciaal aan? Dat is een gerookte zalm in een papiertje. Is dat speciaal? Ja, dat is speciaal. Want quasi alle gerookte zalm die wij kopen of die ons voorversneden wordt verkocht, die wordt gevacumeerd. Als je één keer in je leven een gerookte zalm hebt gegeten die niet gevacumeerd is, dan moet je nooit geen ander meer hebben. We gaan die een beetje opkuisen. Een beetje pareren, zoals ze zeggen in de keuken. Veel werk is er niet aan aan zo'n zalm, maar toch even nakijken. Kijk, hier, de lengte van zalm tot zalm af, hier is de zijkant al afgehaald, die staat proper. Maar dat daar nog wel op ligt, dat is het feit van het roken. Dat is een klein korstje. En dat kan niet altijd kwaad, dat moet je zelf een beetje voelen. Maar soms is dat een beetje te veel. Voilà. Dan maken we hier een klein aanzetje om straks te beginnen snijden. Klein traansje eraf halen. Je moet dat zodanig snijden, dun, dat je feitelijk door de zalm je mes blijft zien. Dan zit het goed. Koken heeft ook zo zijn voordelen. Moet het toch zeker zijn dat het goede is. Hè? Het is goed. Nu, kleine tip waar we zeker gaan doen. We gooien nooit iets weg. Dit houden we bij. Slaatje, een mousse, whatever. We zitten daar straks in de koken. Zalm is netjes gepareerd, zoals ze technisch zeggen. Die gaat terug in zijn papier. Dus daar hebben we straks niks anders aan te doen als de gasten komen, bordjes erbij, snijden, hops, en we zijn vertrokken. Je zou bijna kunnen stellen, als je zo'n zalm in je ijskast legt en je hebt een nagerecht met iets romig of iets boterachtig bij, dek het goed af. Want heel je koeling gaat naar de gerookte zalm raken. Ik vind dat niet erg, in een ongelooflijke reuk, maar denk eraan. Je chantier die naar straks naar de gerookte zalm raakt, dat is niet zo'n goed plan. We gaan bij die zalm, wat gaan we erbij geven? We geven er een beetje citroen bij, dat doen we echt op de laatste moment. We gaan er eens geen uien bij geven, want ik vind gehakte uien helemaal in het begin van een maaltijd, dat is soms een beetje agressief zo, dat blijft in uw mond hangen. We schenken een hele plezante aperitief, dat is voor die aperitief ook geen cadeau. Dus we gaan wat zachtere dingen erbij maken, we gaan er wat roerruitjes bij maken. Het enige dat we gaan doen is zorgen dat we die boter een klein beetje smelten. Waarom doe je de boter bij die roerruitjes in het begin? Om te verhinderen, als je die straks gaat garen, dat die gaan aanbakken aan je pan. Dus boter even laten smelten. We geven de roerruitjes bij.
We geven er een beetje citroen bij, die pakken we op het laatste moment. En we pakken er ook merikswortel bij, dat is feitelijk. Merikswortel is een heel spannend product. Dat heeft een zeer speciale smaak. Wat moet daarmee gebeuren? Dat moet alleen, als je die zo kunt krijgen, alleen een beetje raspen. Dus we gaan er een stukje afschillen hier, die een buitenkant. Gewoon een grove rasp. Ook het soort rasp waar je kaas en zo kunt opdoen. Als je dat nu aan ruikt... Oh, Maya. Als je dat nu aan ruikt, dat is zo sterk. Dat pakt gewoon op je neusgaten. Zeggen, als je last hebt van je neusgaten of je longen niet goed wil openzetten, rasp er sowieso op. We zijn er helemaal klaar voor. Zo, in een kommetje. Dat is genoeg, hè. Als je de sterkte van zo'n merikswortel in twijfel zou trekken, deze is zeker voldoende. Klein beetje citroensap erbij, om te beletten dat die verkleurt. Klein beetje olijfolie erbij, om hem zo ietsje smeuiger te maken. Peper en zout heeft sowieso geen enkele zin bij merikswortel. Dat staat volledig op zichzelf, dus we moeten niks anders niet meer bij doen. Dat is klaar. Dat gaan we direct in de koeling zetten. We gaan zorgen dat we ons eitjes klaar hebben voor de roereitjes. Kom daar dikwijls op terug, maar ik vind dat ook heel belangrijk. Zorg dat je zoveel mogelijk dingen op voorhand doet, in die mate dat het niet schaadt aan de kwaliteit. Er gebeurt niks verkeerd met die eitjes als die enkele uren in de koeling staan. En heb je die dus vanavond, als je gasten er zijn, heb je die er maar uit te halen. Maar je kunt ze wel niet op voorhand opkloppen of draaien, dat gewoon niet. Uw amuse-gueule, die staat klaar, daar kunnen we mee verder. Bij feestelijke dagen horen feestelijke rechten. Om feitelijk in zeer eenvoudige taal te zeggen, mag al wel eens iets meer kosten. Geen dingen die je elke dag gaat eten. Zeetongetjes met truffel, dat is twee keer luxe. Zeetong is een dure vis, maar wel blijft een zeer lekkere vis. Truffels is sowieso zeer exclusief eten. We gaan dat niet elke dag maken. We starten niet elke morgen met een omelet met truffels. Maar nu, met de feestdagen, zeetong met truffels. Dat wil ik mijn gasten geven. Ik heb hier, dat zijn 70, 80 gram truffels. Voor mijn gerechtje vanavond, voor een man of 4, 5, 6, is dat voldoende. Wat kunnen we hier aan doen? We gaan ervoor zorgen dat een beetje zand dat toch schijnbaar nog aanhangt, dat we dat er even afborstelen. Onder koud stromend water, zorgen dat die proper zijn. Ik heb je gezegd, zo'n 70, 80 gram truffels voor 4 à 5 personen. Voor dit gerecht, hè. Het is feitelijk de smaakmaker van uw saus. Nu doen we die truffels gewoon in ons potje en we zetten die in de ijskast. Zeetongetjes met truffel. Dat wil dus zeggen, we gaan ook daar zorgen dat we dat al tot een bepaalde graad hebben voorbereid. Maak u het leven niet te moeilijk. Vraag dan uw visboer om mooie, vers zeetongen te fileren, in filets te trekken. Dat gaat die man u afleveren. Dat zijn dus de filets van de tong. Wat hangt daar aan de kant nog aan? Dat is feitelijk de aanzet van de zijgraadjes. Die gaan we eraf halen. Terwijl we die eraf halen, voelen we ze heel voorzichtig of dat er geen graten meer in zitten. We snijden die buitengraadjes eraf. Ik weet het, heel dikwijls krijg je dat op je bord en dan pakt dat niet meer in elkaar. Dus dan is die gelost. Er is één, maar één manier om dat te doen. Kijk, dat is de filet. Binnenzijde, buitenzijde. Bovenkant, onderkant. Simpel. Je begint aan de bovenkant met in feite wat ooit de velkant was naar je toe. En je begint te rollen. Zo. Dus wat gebeurt er? De binnenkant is nu de buitenkant. En wat gebeurt er nog? Het staartje van achter, dat is het einde, daar sluit je mee. Als je zo je tongen oprolt, lossen ze niet meer. Simpel. Doe dat met al die tongen. Tongrolletjes liggen klaar. We gaan daar zelfs nog een stapje verder in. Boter eventjes laten smelten. Zorgen dat we een goede ovenschaal grondig inboteren.
En dan moeten we niet meer doen dan ons zeetongetjes daar voorzichtig in te leggen, niet te dicht bij elkaar. Dat deed ze in de Franse keuken, is dat plaqué. Dus dat wil zeggen iets op een plaat of in een ovenplaat leggen. Ik voorzie nu 12 rolletjes voor 4, 5 à 6 personen. We gaan die nog van boven een kleine toets geven. Zodanig dat die zo een beetje die rake smaak van die boter meekrijgen. Voilà. Dat staat helemaal klaar. Dat kan dus, als hier die bouillon met die truffels kokend wordt opgegoten, kan dat zo de oven in. En dan is dat ook op een minimum van tijd klaar, wat dat heel belangrijk is voor de kwaliteit van onze vis. Dit gaat de koeling in. Om goed te koken moet je altijd de juiste vrienden kiezen. Michel van Tricht is denk ik een van de beste kaasaffineurs van Europa. Ik denk het beste. Hij komt speciaal naar hier om te laten zien hoe dat je zo'n echte Engelse dooraderde kaas, om die te behandelen, om die te overgieten met Porto en daar een zeer, zeer speciaal nagerecht niet, maar wel afsluiter van te maken. Michel van Tricht. Mijn een dag kan niet meer kapot. Dag Michel. Dank fantastisch dat je willen komen zijn naar hier. De meester zelf. En dat je nog iets erbij voilà. Ik heb een hele mooie Engelse kaas bij, Jan. Een Engelse Silton. Prachtig stuk, hè? De koning van de blauwe kaas. Dat zijn mooie dingen. Dat zijn prachtige producten. Ja. Die enfin, toch nog ambachtelijk worden gemaakt. Jij wilt daar iets mee doen, hè? Maar het is een beetje een traditie, Jan, dat men vooral tijdens de feestdagen, kerstmis, nieuwjaar, dat men een Stilton een beetje affineert met port. Een echte Engelse traditie. Hoe gaat we dat best aan? Goh, ik zou voorstellen dat we misschien de Stilton doorsnijden, Jan. Mm-hmm. En dat we daar ja, een klein beetje gaatjes gaan inmaken. Mm-hmm. En dan voorzichtig overgieten met wat port. Mm-hmm. In principe, een Stilton snijden doen we het best met een fijne draad. Maar dat heb je niet in de schaven, veronderstel ik. Sorry, als kok heb ik er natuurlijk niet aan gedacht. Zo'n fijne draad, dat heb ik niet, dat gebruiken we. Geen probleem. We gaan dat doen met een mes. Het zal ietsje meer brokkelig zijn, maar ook dat kan in principe geen kwaad. Voilà, dus we gaan eerst een beetje de korst doorsnijden. Ja. Het is ook misschien wel belangrijk, Jan, om dat de kaas een tijd moet uit de koeling zijn. Dan gaat hij gemakkelijker snijden. Ja. Gemakkelijker. En eventueel ook, wat dat ook kan, eventueel is het mes een beetje oververwarmen. Eventueel, dat kan ook nu is dat helpen. Zelfs in de horeca nog altijd een fout dat gemaakt wordt. Kazen die veel te koud zijn. Dat is een feit, heel ja. Spijtig. Maar als ze zo'n kaas richt uit de koeling geven, dat nee, geen cadeau. Dat is niet goed. Maar het is wel zo, Jan, dat wordt dikwijls gedacht dat de kaas niet in de koeling mag. Dat is ook niet waar. Kaas bewaart je best in de koeling, maar je moet er wel op voorhand uithalen om op temperatuur te komen. Uiteraard. Voilà. Dat goflotjes, hè? Voilà, dat valt nog vrij goed mee. Dat is prachtig. Dat is prachtig. Weet je, vind je dat ook? Eten kan zo schoon zijn. Dat is schoon. Dat is schoon. Vind je niet? En dat is een stukje kunst ook. Zeg, Michel, en, we hebben er nu een snede afgehaald. Heel haalbaar voor een kleiner gezelschap. Daar hangt ergens iets in mijn hoofd dat er zo'n heel ouderwetse Engelse gewoonte was, dat ze daar een fles in staken. Ja, dat klopt. Hoe was dat? Dat klopt. Ja, dat wordt dus inderdaad... dat is de echte traditie eigenlijk. Ja? Maar dan heb je natuurlijk wel een beetje het probleem dat je een hele Stilton moet kopen. Ja. En dat is niet voor iedereen weggelegd. En hoe doe je dat? Maar in principe dus wordt... Dus men gaat in de korst dus een gaatje maken. De grootte van de teut van de fles. Ja? Men gaat dus de kaas opsteken tot ongeveer hier. Ja? En dan heel voorzichtig, Jan, heel delicaat, omdraaien. Ja. Dat dus de fles in de Stilton zo wordt... In mijn andere woorden, die drup... Enfin, dat is een soort osmose feitelijk. Stilletjes aan, druppelt die fles leeg in die kaas. Ja, misschien niet volledig leeg, maar ze gaan ze wel zien verminderen. Ja. Maar normaal gezien heb je daar, voor dat systeem, heb je toch een drietal weken nodig, eer dat je echt resultaten hebt. Uiteindelijk, we gaan een klein beetje gaatjes maken. We moeten onze porto uiteraard ergens kunnen ingieten. En dat kun je eventueel, terwijl je dat aan het doen zit, Als we dan niet bij stonden, dan heb ik dat al opgegeven. De fles porto. Maar porto moet een beetje mee oppassen dat je in de kruik staat. Dat is een feit. Ja.
Wat ga je gebruiken? Ja, want ik zie dat je een hele prestigieuze port bent. Klopt. Een 10 jaar. Ja. Zie je dat ook? Een, hey, simpel. Ja. Een degelijke Townie bent. Een goede degelijke Townie. Ik ga voor een Townie. Ik ga voor een Townie. Het is misschien wel een klein beetje zonde om daar echte vintage ports in te gieten. Dat is voor de moment alles wat die kan hebben, hè? Inderdaad. Hoe is dat absorptievermogen? Ja, okay. Wat kan er nog bij? Ja, ja. Even in doorhouden. Ik denk binnen een uurtje, Jan, dat er al wel een klein beetje gaat dus in feite, als je dat nu doet, als je begint te koken voor gas, en ten andere, dit is perfect haalbaar voor de mensen die thuis iets willen doen. Hè? Ja, absoluut. Dat is niet moeilijk, hè? Absoluut, absoluut. Kun je een goede stilte halen. We hebben het gehad over de Porto. Deze is echt niet ingewikkeld, hè? Dat is absoluut niet ingewikkeld. En als je dan de moeite wilt doen om daar bijvoorbeeld 's morgens aan te beginnen en van tijd tot tijd wat Porto bijgieten, dan heb je tegen 's avonds een prachtige... Absoluut. Dessert, zal ik maar absoluut, zeggen. Absoluut, absoluut. En je moet zelfs dit kunt je niet, dat kunt je nog een beetje ook op de port. Nou, moet het er gaat... dan niet allemaal opleggen, want ik had er ook al plannen mee. Ja, oké. Okay. Michel, ik ben heel content dat je dat ze komen doen. Ik vind dat is top gastronomie. Dat is zo close met heel het kerstmis gebeuren. Dat is heel simpel. Ga het laten zien dat dat simpel is. Ja, ja, absoluut. Bedankt. Graag gedaan, Jan. En ik zou zeggen. Prettige feesten. En laat dat smaken. Oké. Okay. Beste. Bye. We gaan er nog klein iets pitje bij doen. Een klein garnituurje erbij. Ik wil zeggen, normaal gebeurt dat al wel eens dat ze bij zo'n kazen, en zeker in Engeland, dat ze daar van die selderstengels bij geven. Dat ze van die kleine cheese biscuits, die genre. Wij gaan een slaatje maken met een beetje selder, met wat gedroogde abrikozen, met een paar rozijntjes en wat noten bij. Maar niet meer. Alleen dat door elkaar, even versnijden, klein beetje olijfolie bij. Die selder, dan mag geëmanceerd worden. Dat moet niet onwaarschijnlijk fijn zijn. Het idee is dat je feitelijk bij zo'n crème, zo'n romige kaas, dat je daar iets krokant bij krijgt. En dan die selder, dat heeft zo van die heel frisse groene smaken. Die rozijntjes en die abrikozen, die geven daar iets doorgedreven zoet aan, dat dan met die Porto tegen die Stilton gaat. Echt, eten is altijd balans zoeken. Hè? Gedroogde abrikozen. Niet in water steken of zo, het is niet voor te stoven. We gaan die redelijk fijn emanceren. Dan is dat feitelijk ook al geen handicap meer, dat die dus een beetje gedroogd zijn. Zo. Rozijntjes, niet te veel. Dat geeft er zo een beetje een crisp in. Dat mag allemaal een beetje krokant zijn. Daarom dat we er bijvoorbeeld ook wat walnoten gaan bij doen. Versneden walnoten, ook voor de krokant. Dat is een hele romige kaas. We doen daar niet te veel wat muntbladjes bij. Dat trekt dat een beetje op. Ik zou zeggen, houd dat facultatief. Niet iedereen is daar zo weg van. Maar het is wel heel Engels. De Engelsen gebruiken veel munt en ook in zo'n gebruik. Dus moet eens proberen. Ik vind het lekker. Ik vind het een heel originele touch geeft bij de Stilton. Verder moet daar feitelijk een klein beetje olijfolie. Juist om dat wat te doen blinken en om dat wat homogeen te maken. En dan even door elkaar zetten. We zetten dat ook klaar, want dat straks even in de koeling steken. Wat hebben we daar nog staan? Dat gaan we straks snijden. Lekker roggebroodje, goed stevig ouderwets roggebrood. Straks, als we de kaas op tafel zetten, gaan we een beetje versnijden, een beetje boter en we zitten voor ons dessert zitten we gebakken. Als hoofdgerecht maken we reribetjes. We geven dat op een zeer natuurlijke manier met een klein mosterdsausje bij. Met stomp, een echte Vlaamse stomp erbij. Echt gerecht van bij ons, maar topkwaliteit. Die zijn kant en klaar. We gaan die straks even bakken en versnijden. Meer moet daar niet aan gebeuren. Dus we zetten die nu in de koeling en we gaan de garnituur van ons ree erbij maken. Wat gaan we erbij maken? We maken met een goede wildfond. Die gaan we op voorraad maken. Op feestdagen, als gekookt voor vrienden, moeten niet beginnen met fonds te trekken. Dat is veel te veel werk. Dat doet op uw gemak, is ergens in de week. Je kunt die in je koeling inhouden, je kunt die invriezen, dat is allemaal niet moeilijk. We gaan daar een stomp bij maken. Kan heel prozaïsch klinken, maar stomp is zeer, zeer lekker. Dat is zo'n feitelijke mengeling van allemaal verse groentes maken die het perfect bij de ree doen.
We gaan er een beetje spinazie bij geven. We zetten daar een kookpot voor op. Met een klein bodemje water. Wel degelijk een klein bodemje. We hebben jonge bladspinazie. Dat is ook in de winter geen probleem. Er is altijd tegenwoordig goede spinazie. Dat komt ook uit de serre. Dat is lekker. Bladspinazie juist even gewassen. En dan gewoon het water maar in. De bedoeling is dat dat juist even opkookt. Voilà. We zetten daar een dekseltje op. We gaan ons groentjes al bij elkaar zetten voor onze stoemp. Wat hebben we daar in de eerste plaats voor nodig? Dat zijn aardappelen. We hebben geschilde aardappelen. We gaan daar wortelen in doen. Die gaan we straks versnijden. We gaan daar wat spruitjes in doen. We gaan daar wat raapjes in doen. We gaan er wat uien bij doen. En een beetje savoykool. En een beetje spek. En in afwachting dat onze spinazie kookt, wat niet het geval is, gaan we dat spek al versnijden. Want dat gaan we apart doen. Dat gaan we dus niet meekoken met de aardappelen. Maar dat gaan we daarna gebakken bij doen. We gaan dat gewoon in reepjes snijden. Gezouten buikspek, dat is er ideaal voor. Dat gaan we opzij zetten, dat spek. Straks gaan we dat in een pannetje schoon krokant bakken. En dat is helemaal voor bij de laatste fase van onze stoemp. Gaan we dat erbij doen. Die spinazie, als die kookt, nemen we die af. En we zetten die onder de kraan. We zetten daar een vergiet in, zodanig dat die er niet uit kan. Spinazie staat afgegoten in het vergiet. Die gaan we straks nog wat meer water uithalen, maar laat die eerst nog maar een beetje uitlekken. Er moet nog veel water uit. We hebben hier onze pot voor onze stoep. Daar gaan we onze aardappelen in doen. En dan gaan we er al eerst de dingen die het langste moeten koken, gaan we daar eerst bij doen. Dat is in dit geval zijn dat de wortelen. Dat mag gewoon in grote stukken, hè. Dat is de basis al, dat zijn de dingen die het langste moeten koken. Dus daar gaan we al een beetje water op zetten. Zo, voilà. Dan komt er nog bij wat spruitjes, die zijn gewassen. We gaan die gewoon eens doorsnijden. Zo'n stomp in dit seizoen, dat is echt wintereten. Mag je dan ook voluit gaan met alles wat er van winterzoen ten is. Spruiten, savooien, rapen. Dat zijn geen dingen dat je in de zomer moet maken, maar nu is dat fantastisch lekker. Die groenten zijn ook allemaal op hun best. Zo, dat zal ver genoeg zijn. Ik vind rapen daar altijd zeer lekker bij. De raap heeft zo'n beetje een eigen, een lichtjes pikante bijsmaak. Feitelijk. Dat is ook zo weer lekker. Je kunt daar heel goede dingen mee maken. En bijvoorbeeld een stew of zo, of een hutsepot, dat is zelfs niet lekker als er geen rapen bij zijn. En dat kost niks. Voilà. Het laatste dat we er gaan bij doen, is een beetje savooi. Dat is te veel, hè. Dat is gewoon zo'n volledige savooi. Maar daar kun je van alles en nog wat mee doen. Dat kun je gemakkelijk een week in de koeling houden. En dan gaan we daar even het mes in zetten. Voilà. Moeten we toch voor alle zekerheid nog eens even omspoelen. Voilà. Dus je gaat dat er gewoon zo in doen. En dan heb je feitelijk alles in gang om een geweldige stoom te maken. Zie je, een pot vol met groenten, gezond, vers. Ondertussen de spinazie. We gaan die nog een beetje, je moet dat echt met de hand doen, nog een beetje uitnijpen. En daar zit er te veel water in. Dus feitelijk is de bedoeling dat je daar kleine bolletjes van pakt en dat je die een beetje droog knijpt. Onze spinazie is afgegoten, uitgelekt, uitgenepen. Dat gezien, er zit heel veel water in. Dit houden we over. Dat is genoeg voor 4 personen. Onze stoemp gaat goed. Nee, nog een beetje laten koken. Dat mag allemaal goed gaar zijn. Even wachten nog. Ondertussen gaan we al ons pekjes klaarzetten. Dat kan. We gaan er een beetje ui bij doen.
beetje versneden, hè? Voilà, we gaan er een pannetje voor opzetten. We gaan er een bodempje boter in doen. Het zijn van die kleinigheden die dikwijls het verschil in de keuken maken en die ook kunnen behoeden voor, wat ons zeggen, technische foutjes. Zo'n gerookt en gezouten buikspek, dat is inderdaad gezout en dat is redelijk zout. We gaan dat een beetje opbakken. We gaan dat straks bij de stomp doen. Om nu te vermijden dat we straks een stomp hebben die naar te zout gaat zijn. Gezien, ik heb daar nog niks in gedaan. Ik doe daar niks in voordat dat spek erbij is. Onze wildfond, die staat hier rustig in te koken. Dat is een vrij lichte fond die ik gemaakt heb. Voor mijn gevoel, voordat we die gaan kunnen gebruiken voor ons mosterdsaus, mag die nog zeker nog 1/3 reduceren, dus 1/3 inkoken. Voilà, we gaan hier zeker voldoende spek bij doen. Altijd mee een beetje vooruit denken, vermits dat spek straks in een afgewerkte stomp gaat, die is gaar, die is doorgedaan, gaan we dat spek ook volledig laten bakken. Want dat gaat niet meer garen of ook zelfs niet meer krokant worden. Dus we bakken dat volledig gaar en dan zetten we dat opzij totdat de stomp klaar is. Wat we in voorbereiding van ons saus ook al gaan doen, we gaan wat blaadjes estragon plukken. Gelukkig, hè, tegenwoordig kunnen we dat allemaal heel goed vers krijgen. Voilà. Dat is voldoende. We hebben ook nog wat lenteuitjes. Zo. Ondertussen staat dat hier niet stil, dat spek is klaar. Spekjes en de uitjes volledig gegaard, volledig gebakken, klaar voor in de stoemp te doen. We hebben de zaak bijna rond voor het hoofdgerecht. Onze stomp, daar gaan we direct aan beginnen werken, die is gaar. De saus die gaan we nog afwerken, maar die gaan we eerst nog een beetje laten inkoken met room. En dat kan perfect gebeuren, terwijl we voor de rest de stomp verder afwerken. Een goede keukenroom. Mag een goede scheut bij. Onze stomp toch nog eens even, ik denk dat we er bijna zijn. Voilà. Ja, kijk, je gaat zo door die aardappelen door. En dat is een barometer. Als die gaar zijn, is alles gaar. Zo, dezelfde operatie als afgieten van aardappelen. Even oppassen, niet verbranden. Voilà, dan doen we dat precies zoals met aardappelen die we koken. Zeggen, we gaan die nog even laten opdrogen. Oh, dat zit goed. Zo, die basisafwerking feitelijk van zo'n stomp, dat is altijd een beetje boter en een beetje room. Zo. En dan het klassieke apparaat, onvervangbaar. Op, en we zijn weg. Zo moeten we hem hebben. En je ziet, zo'n geweldige job is dat niet. Dat is ruim stoemp. Voor een man 4, 5, 6, dat is echt genoeg. Dat is misschien zelf wel wat veel, maar dat kan je kwaad. Dat is heel lekker, dat kun je perfect bijhouden. Spekjes, uitjes, gaar gebakken, dus je kan er zo bij. En dat hebben we juist zo, kijk, die consistentie die we moeten hebben. Hè. Dat is geen droge puree, dat is ook geen pap. Kijk, dat is mooi, hè. Dat is, zie, dat is. Je ziet die groentjes allemaal, hè. Je ziet die spekjes erin zitten. Gaan we even proeven, hè, want de spekjes hadden we al gezegd, daar moeten we een beetje mee oppassen. Dat dat niet te zout wordt. Dan mag nog wat bij. Een beetje grof zout. Een beetje peper. Dat is het. Niet meer. En we gaan die stomp in die ovenschaal scheppen. Zodanig dat we die straks maar in de oven te schuiven hebben om die door te warmen. Voilà, die is al klaar. Gaan we niet meer ontdoen. Dat doen we hier. Voilà, de laatste loodjes. Ons basissaus is ondertussen al wat room bij. Die gaan we klaar zitten we straks. En straks gaan we het vlees bakken en dan gaan we toch dat aanbakken. Hè, dat, die déglaçage,
zoals ze dat technisch noemen, van dat vlees nog gebruiken om onze saus nog een beetje op te krikken. Dat is gebeurd. Feitelijk zijn we dan voor de rest helemaal klaar. En we gaan dat hier een beetje afdekken, dat het niet uitdroogt. Afdekken, dat wil zeggen, we gaan daar een aluminiumfolietje op leggen. Lichtjes inboteren, dat het er niet aankleeft. Klaar is Kees, wachten op de gasten nu. What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? Ik heb vanavond een tafel met vier gasten. En die gasten zijn alle vier mensen die een stuk rode draad in mijn leven zijn. Ik zie die in de loop van het jaar in andere omstandigheden. Zakelijk, zeker niet altijd aan een gezellige tafel. Ik vond het fantastisch om die nu, in deze eindejaarsperiode, echt eens bij mij relax aan tafel te hebben. Dat we niet over moeilijke dingen moeten praten. Dat we gewoon een aangename avond hebben. En dat iedereen daar met hetzelfde gevoel van kan uitgaan. Ik vind dat het belangrijkste van zo'n avond is dat je je gasten, dus je vrienden, ook goed kiest. Dus als je bijvoorbeeld al iemand kiest die je nou kan brouwen, dan kan je ook bier schenken. En dan zeg je dan, oké, voilà, maar nu? Meebrengen. Voilà, pas hè. Ik heb mijn aperitief niet gekozen. Ik kies mijn vrienden en mijn gasten. En een van mijn gasten en mijn vrienden is een brouwer en die brengt een heel speciaal bier mee. Een echt aperitief bier. Een champagne bier. Zonte. Heren. Een zalige kerst. Ja, zalige kerstfeest. Ja. Ik kan ondertussen wat, gewoon een klein hapje voor een aperitief. Je kunt zeggen, dat is wel heel simpel. Het is eigenlijk gemakkelijk gemaakt. Hij laat een brouwer het bier meebrengen, ligt een gerookte zalm. Deze is de een van de zoveel 100 gerookte zalmen in België die nooit gevacumeerd is geweest. En dat is een enorm verschil. Ja. Dit is de beste manier dat je gerookte zalm kunt eten. Dat is een zalm die quasi recht uit de rokerij komt. Ik ga die snijden voor mijn gasten op het laatste moment. We gaan er voor roerraadjes en mierikswortel bij. Niet meer dan dat, maar wel zeer lekker. Dik vanavond. Als je je planning begint op te maken voor een kerstfeest of voor een feest in die eindejaarsperiode, waar het wel echt iets meer mag zijn, dan zijn er inderdaad een heel deel dingen die je, waar je toch rekening mee moet houden. Wie lust wat? Zijn er vegetariërs bij? Zijn er mensen die alleen maar zo'n wijn drinken of alleen maar een andere wijn? Voor mij een cruciaal belangrijk ding, daar moet heel mijn keuken voor wijken. Mijn kleinkinderen die komen voor de pakjes, die komen niet voor mijn keuken. Wanneer doen we de pakjes? En hoe organiseren we dat? En hoe lang mag dat duren? En wat gaan we ervoor geven en daarna? Ik wil maar zeggen, iedereen moet dat invullen naar zijn eigen behoeftes en naar de eigen noodwendigheden, maar denk er goed over na. Ik ga mijn schort aandoen. Is dat veelzeggend? Kom wat koken. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, maar nu ga ik voor de wijn zorgen. Hè. Dus een belangrijke zorg van mijn hart. Dus we hebben ons kalfsbouillonnetje klaarstaan. We hebben onze zeetongetjes met een ingewikkelde krol opgeruld dat ze feitelijk niet meer zouden mogen loskomen. We hebben onze truffeltjes geborsteld. Dan gaan we nu die truffels versnijden. Dat is iets dat je niet op voorhand mocht doen. En een truffel verliest zeer vlug. Het aroma van een truffel, dat zijn wat men noemt etherische oliën. En die zijn zeer vluchtig, dus dat is heel vlug weg. Dus dat is een kwestie van snijden en gebruiken. En dat gaan we nu doen. Laten we dat deel even opkoken, niet te lang. We doen daar al een heel klein klaartje boter bij. Dat moet er straks nog bij, maar het is een beurre blanc, maar dat is het nu nog niet. Dat is belangrijk. Onze bouillon kookt, dat is genoeg. Die gaat over de zeetongen. We gaan er nog een stukje aluminiumfolie op doen. We hebben ondertussen een oven voorverwarmd op 200 graden. Hoe lang moeten die erin? 6, 7, 8 minuutjes. Dat is echt de proof of the pudding. Een beetje voelen. Moet er goed opgesteven zijn. Dat is voldoende. En dan gaan we verder met de volgende fase. Ondertussen
ondertussen iets meer geworden dan 6-7 minuutjes. Ik denk dat het een klein 10 minuutjes zijn. Dan gaan we die tongfilets zelf eruit halen. Ik heb u dus straks een truc verteld van de binnen- en de buitenkant. En het begin en het einde. En wel gezien, het klopt. Hè. Tongetjes komen niet los. Hè. Dus niks zo storend vind ik dan zo'n pan met tongetjes, dat dat allemaal van die losse flodders zijn. Dat is onze fond blanc. Waar dan nu die tongen in gegaard zijn met de truffels bij. En die gaan we in een pan gieten. We gaan dat eerst wel laten inkoken. En dat gaat de basis zijn van onze beurre blanc. Dus in wijze is dat een zeer simpel gerecht. Ik ga nog wel die tongen, ik heb toch nog even tijd voordat die beurre blanc, voordat die genoeg is ingekookt, die basis. Ik ga die tongetjes, ik vind dat eleganter, nog eens één keer doorsnijden. Als kok moet altijd een beetje de controle op je materiaal houden, dan kun je natuurlijk ook niet eens zien dat ze zeker gaar genoeg zijn. Wat er deze zijn. Zo. Wat gaan we er nu mee doen? Tijd dat we onze beurre blanc afwerken. Heel even terug in de oven. Dat ze goed warm zijn. Ik heb borden warm gezet. Die ga ik er wel bij halen. Met dat verhaal van die tongen en die beurre blanc. Dat is hetzelfde verhaal als bijvoorbeeld een mousseline. Maak uw borden niet te warm. Want zowel zo'n beurre blanc als bijvoorbeeld de mousseline zelf, die durft schiften boven de 60, 65 graden. Nu is het even wachten. Je hebt gezien, ik heb hier nog altijd geen peper en geen zout in gedaan. Met alle dingen die inkoken, met alle dingen die redwieren, altijd peper en zout en andere kruiden op het laatst. Gaan er klaartjes boter bij doen. Je moet er wel even bij blijven, niet je rug draaien, want als het te hard gaat, is het ook niet goed. Voor mij moet er zelfs niks meer bij. De bouillon heeft zijn ding gehad, die heeft ook zijn smaak erin gegeven. Om eerst de truffeltjes verdelen. Zie zo. Zo. Hier een smakelijk. Jan, formidabel. Dank u. Formidabel. Ik ben heel blij dat ik dit mag eten. Dat is fantastisch. Echt een bedankt. En die bouillon is goed. We gaan voort met hoofdgerecht. Ons ree. Mijn reeribbekje staan klaar, basis voor mijn mosterdsausje staan klaar en heel, heel erg op zijn Vlaams, maar een stoem steekt in mijn ogen. We gaan een klein beetje room in ons pannetje hier doen voor de spinazie op te warmen. Voilà. Die reeribbekjes, dat is in feite is dat precies gelijk lamsribbekjes. Spinazie, daar gaan we voordat we die in de room mengen, een klein beetje zout op doen, een klein beetje peper. En even een mes inzetten. Niet te veel. Voilà. We doen die in ons reductie van room. De spinazie laten we zachtjes warmen. Ons boter die bruist, dat is van veel belang. We gaan dat ook gewoon rosé bakken. Alleen zien dat je een pannetje groot genoeg is, dat is altijd handig. Voilà, en laat dat maar goed vertrekken. Onze reekarekers gaan goed. Die zijn goed krokant ontbakken. Kijk, als ik het laten zien. Voilà, zo. Die beginnen kleur te pakken. Voilà. Zo. Dat is nu ietsje minder dan rood. Dit is nog heel rood. We gaan dat even een klein beetje afdekken. Dat moeten we niet meer doen dan dat. We leggen er gewoon even een deksel op. Meer moet dat niet hebben. Altijd als je menu opstelt, moet je dat doen in functie van je gasten en je tijdsgebruik. Zeker met de feestdagen. Eerste gouden regel. Maak nooit een gerecht dat je nog nooit gemaakt hebt. Of nog niet goed in je vingers hebt zitten. Maak de dingen die je goed kunt maken. Je kan erop riskeren. Het mag nog een beetje rosé zijn. Kijk, en dan doen we dat zo. Je kunt heel lekker dingen maken, maar je wel 20 of 25 minuten permanent in de keuken moet staan om iets af te werken. Dat is niet leuk voor je gasten. Dan ben je weg. Van tafel weg. Dus elimineer die, houd die voor een andere keer. Maar maak dingen dat je zegt, voorbereid, laatste moment, hop, hop, hop. En allemaal op een bord en allemaal naar binnen. Die pan, dat braadvet, dat mag eruit.
heel klein beetje water in. Onze wildvogel erbij. De garantiesmosterd. Linteuitjes, dragon door elkaar. Dat hebben we er straks al klaargezet. Voilà. Dan zetten we dat allemaal even opzij. Dus we gaan eerst onze stoemper uithalen. Zo. Een beetje spinazie voor iedereen. Onze stoemp. Het komt er natuurlijk nu op aan om vlug te zijn met vlees, maar je mag er niet eerder op liggen. Dus we snijden zo'n karreekjes. Dan, niet te veel, dat is een goed geconcentreerde saus. We kappen die er niet over, dat is zonde van de rij. Voilà, we zijn vertrokken. Alsjeblieft. Ja. Wat echt schitterend is, dat is het korstje er rond dat heel krokant is. En van binnenin mooi rosé. Daar luk ik niet in. Heren, ik heb er nog een beetje kaas bij. Dat gaat niet. Ja. En dat is echt aandring, ja. Het dessert is feitelijk geen dessert. Het is kaas. Ik ben een anglofiel. Ik hou zo van alles wat Engels is. Het hoort zo bij Engeland en bij Kerstmis. Wij serveren echte Stilton die na overgoten wordt met een speciale porto. Zoals we er straks al voorspeld hebben, de kaas is perfect. Smeuig om te schippen. Christmas feeling bij uitstek. Hè? Met Stilton erbij. Meer Engels kan niet, denk ik. Maar een beetje een slaatje. Hè? Say hello to friends you know and everyone you meet. Oh. Ik denk dit en plumpudding, daar zit het toch ongelooflijk in de Engelse kerstsfeer. Hè? Heren, mag ik een glaasje vintage port schenken er voor erbij? Maar dan zou ik zeggen, begin al gerust aan uw kaas te degusteren. Niet stressen, hè. Ik heb nog een beetje roggebrood. Ik kan dat hier zitten voor de amateurs. Als we 2014 zo goed kunnen eindigen. Het begin is ook al goed, hè? Ja. Ja. Het begin met het begin. Ja. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Ik heb dat bijeen gedaan, maar in Engeland. Dat ze witte zelder geven. Bij kaas. Ze geven cheese biscuits bij. Ze geven cheese biscuits. And when you walk down the street. Say hello to friends you know and everyone you meet.